Bomans Kanjers, hebben jullie ook zo hard gewerkt deze week? Tijd om te ontspannen. Dus weg met al die boeken. Stapel ze maar op en doe ze maar op een hoopje. Want ontspannen doe ik altijd door te knutselen. En ik heb van internet een leuke paasknutsel gevonden, die jullie misschien ook kunnen gaan maken. Ik ga vertellen wat je ervoor nodig hebt. Allereerst heb je er een blaadje voor nodig. Je hebt een stuk karton nodig. Misschien een stuk uit een oude schoenendoos. Kijk wat je in huis hebt. Je hebt een pen of een potlood nodig. Je hebt een schaar nodig. En het allerbelangrijkste wat je nodig hebt, dat zijn diverse kleurtjes wol. Misschien dat oma een zakje voor de deur kan zetten. En ik ga nu uitleggen wat we gaan doen. Je gaat eerst op het papiertje ga je eieren printen. Vraag even of papa of mama helpt. Of je oudere broer of zus als je het moeilijk vindt. Deze die ga je vervolgens uitknippen. Dat heb ik ook gedaan. En als ik hem heb uitgeknipt, dan leg ik hem op een stuk karton. Ik pak het potlood of het pen erbij en ga hem vervolgens helemaal omtrekken. Als ik dat heb gedaan, knip ik hem uit. Soms is dat een beetje moeilijk omdat het karton zo sterk is. Als ik hem heb uitgeknipt, ga ik er met een potlood of een pen of een stift, wat je zelf bij je hebt, ga je er streepjes op zetten. Die streepjes die gaan we daarna met de schaar inknippen. Helemaal rond. Alle streepjes zijn uiteindelijk ingeknipt. Dan kies ik een kleurtje wol, knies ik uit. Ik kies dit keer groene wol. En aan het begin van het draadje maak ik een knoopje. Als je dat moeilijk vindt, kan je het altijd aan iemand vragen. Dan pak ik mijn ei met de ingeknipte stukjes. En ik ga het knoopje achtereen zo'n stukje doen en ik trek het draadje er doorheen. En dan zie je uiteindelijk dat het knoopje blijft zitten. Dus je hebt geen plakbandje nodig. Dan ga ik naar een ander knipje en daar trek ik hem doorheen. Dan weer naar een andere en weer naar een andere. En zo blijf je doorgaan. Steeds maar weer rond en rond van de ene kant naar de andere kant. En het grappige is, aan de andere kant wordt hij ook heel leuk. Nou, heb je dat dan gedaan, dan knip je de draad af en die stop je gewoon ergens hier tussen. En dan blijft het vanzelf vastzitten. Het restje knip je weer af. Maar deze is natuurlijk niet helemaal goed, want hij moet veel en veel voller. Nou, ik heb er alvast een paar gemaakt. Dan kun je zien hoe het uiteindelijk wordt. En dat kan je hier zien. Een groot ei, kleine eieren. Ik heb er zelfs kraaltjes mee geregen. Die kan je er ook op plakken als je dat wil. En je kan ze voor het raam hangen, want hij is aan beide kanten is die zo. Of je hangt hem in je paasstak. Dat was de knutsel voor vandaag. Ik hoop dat jullie veel plezier ermee hebben. Lekker relaxen. Maak het gezellig voor de Pasen. Groetjes, tot ziens!